ontroering die muziek teweeg brengt. Ja, dat is voor mij eigenlijk ook nog steeds een mysterie. Het gekke is natuurlijk ook dat muziek bestaat alleen in het moment zelf. En daarna is het weg. Het is eigenlijk heel vreemd dat je inderdaad lesgeeft in iets wat eigenlijk ontastbaar is. Ik kan me niet echt een moment herinneren, denk ik, dat het stil was in mijn hoofd. Mijn stem is als het ware mijn liefde, weet je wel? Mijn ware liefde. En dat is de weerspiegeling van wie ik ben. There we go, there we go. En toen ineens in november, begin november, toen ging het licht uit of zo. Alsof ik bang voor mezelf was. Ik durfde gewoon niet meer te zingen. It's something extremely hard because I have a hard time to really believe in myself already, because there's so many amazing cellists out there, really a lot, and you have to believe in yourself so much to play and say that's me, that's how I think. Ik studeerde gewoon voor de leuk er wat bij en ik deed het echt voor een hobby. Maar nu weet je echt van ja, ik ga er mijn beroep van maken en ik ga later heel goed worden, of dat wil ik. Dus dan studeer je ook met een andere houding, nu het echt serieus is. En je studeert veel gedetailleerder, je leest echt achter de noten en je zit overal met een vergrootglas op. En dat vind ik gewoon fascinerend. Nou, tempo. Ik werk er gewoon keihard voor en ik wil gewoon alles doen om zo goed mogelijk muziek te kunnen maken en zo goed mogelijk te worden op mijn instrument. En natuurlijk hangt dat samen met talent, maar ja, je moet er altijd veel voor blijven werken.